De afgelopen 10 jaar heb ik veel examens nagekeken en daarop baseer ik deze lijst met fouten die het meeste op een economie-examen worden gemaakt. En ik wil jou met deze video helpen om te voorkomen dat je ze dit jaar in 2022 ook maakt. Waar gaat het over? Onder andere, er wordt geen uitleg of berekening gegeven als er toch echt om wordt gevraagd. Dat betekent dat je geen punten scoort voor de vraag, je gebruikt de bron niet goed. Of oorzaken en gevolgen worden door elkaar gehaald. Dit zijn 3 voorbeelden van veelgemaakte fouten. De andere fouten heb ik voor je op een rij gezet. Op internet staat een pagina, die kan je bereiken via de link onder deze video. Of je kan de QR-code scannen en dan kom je op die pagina terecht en dan zie je al die fouten met de bijbehorende video's. Tevens wil ik je laten weten dat ik een online examentraining voor je heb gemaakt. Of je nou 3 of 30 uur wil leren. Veel uitlegvideo's, veel videosamenvattingen per examendomein. Kan je kort nog even alle belangrijke theorie doornemen. Oefenexamens met videonabesprekingen. Antwoord op al je vragen. En op de avond voor het examen een exclusieve livestream. Alleen voor jou, waar jij je vragen kan stellen. Samen met de andere gebruikers van de online examentraining. En als je de kortingscode SLAGEN gebruikt, krijg je 5 euro korting. En wees er wel snel bij, want die code is beperkt geldig. Waar kan je terecht? Op www.economie-academy.nl.